Hi, mijn naam is Gijs, een van de docenten van de Online Video Marketing Academy. In deze video ga ik jullie uitleggen hoe je je YouTube-kanaal definitief kunt verwijderen. Nou, als eerste ga je even inloggen op www.youtube.com. Je vult je user en password in. Dat duurt even. En dan ga je vervolgens naar de rechterbovenhoek, op het icoontje klik je. En dan ga je naar YouTube instellingen. Daar klik je op. En dan kom je eigenlijk bij je overzicht. Dus dan zie je welke kanalen je hebt, welke accounts. En dan klik je op geavanceerd. En dan scroll je naar beneden en dan zie je hier de knop kanaal verwijderen. Het kan zijn dat deze knop bij jou er niet staat en dat zou betekenen dat je G+ account je profiel aan je YouTube kanaal is gekoppeld. Hier maak ik een aparte video over hoe je in dat geval dan je kanaal kunt verwijderen. Nou, je klikt op kanaal verwijderen. Dan zul je nogmaals moeten inloggen, dus dat doen we even. Nou, dan moet je even doorlezen en moet je er ook echt van bewust zijn dat als je hem nu gaat verwijderen, dat uh, al je video's weg zijn, je comments, je, je uh, berichten. En je ziet ook dat uh, alles wordt verwijderd, maar je Google-account wordt niet verwijderd. Nou, je vinkt hem aan, je drukt op kanaal verwijderen. Weet u het zeker? Wil je je kanaal permanent verwijderen? Ja, dat willen we. Je drukt op kanaal verwijderen. En in principe is dus nu je YouTube-kanaal verwijderd. Dus je ziet nu dat je loodgietersbedrijf X nu verwijderd is. Wil je meer weten over YouTube? Laat een comment achter of abonneer je op dit kanaal. En bedankt voor het kijken en tot de volgende video.